Kijk, hier is hij dan. De Apshima CR 3.4 Sherpa. De 1 op 10 crawler van Apshima. Nou, je kunt wel zien, fantastisch mooi model. Mooie lichtjes, mooie accenten. Het body is een beetje gebaseerd op een Jeep Wrangler. Wij gaan hem in ieder geval van dichtbij bekijken. Kijk met ons mee. Leuk, weer een crawler. Grote en vooral lange bruine doos, alles netjes erin verpakt en zo ook de wagen. Hey, en opvallend, zonder de wielen nog, kan wel de doos kleiner blijven, ja. En kijk, die zitten er dan los verpakt bij, kunnen we die alvast even goed bekijken. Echte rockcrawler bandjes, heel erg zacht, bijna knetbaar rubber. Mooi ruw offroad profiel, ook qua schaalmodel looks een mooi profiel. De banden zijn lichtjes plakkerig, zoals het een crawler betaamt. En de banden zijn gemonteerd op zwarte kunststof wielen met 10 spaken. Op de plek gehouden door aluminium beadlock ringen. Met 10 bouten per kant, dus 20 per wiel. Echte beadlocks in elk geval. En aluminium, dus dat is goed voor je bodemgewicht. De wielen mag je er dus gelijk zelf opzetten. De wagen heeft 12 mm metalen zeskant wielmeenemers, dus wiel erop en vast met de moeren. En dat dus 4 keer. En met de wielen erop hebben we hier nu onze Apshima CR 3.4 Sherpa. In het oranje, de body is er voor de liefhebber nog in het wit, grijs, blauw en groen. In het fel oranje is hij in elk geval moeilijk te missen. En het is dus een 1 op 10 crawler met een kop tot staartlengte van 54 centimeter. Een wielbasis van 31 centimeter. Een breedte van 25 centimeter. De Sherpa is 24 centimeter hoog en de standaard bodemhoogte is out of the box 5,3 centimeter. Het gewicht van de wagen nog zonder lipobatterij is bijna 3 kilo. De Apshima Sherpa is een scale rockcrawler en is om die reden natuurlijk voorzien van fraaie schaaldetails. Een ladder, tankdop, deurgrepen, zijspiegels, transparante raampjes, zelfs LED-verlichting, ruitenwissers, een grote dakdrager, dus dat is leuk voor al die dingen als koffers, kisten en gereedschap, dan met zo'n net erover. In elk geval dus voor allerlei soorten schaalbagage die je maar kunt voorstellen. Achterop nog dingen als een krik, brandblusser en jerrycans, allemaal glanzend rood gespoten, eventueel te vervangen door veel gedetailleerdere spullen. Nou ja, je begrijpt het denk ik wel. Een van de mooie punten is toch wel de verlichting op de Sherpa. Komt die helemaal compleet mee uit de doos en niet te zuinig ook. Een grote LED-bar met 12 LED's op het dak, 2 draaibare zoeklichten op de motorkap, koplampen, booskijkers zelfs, markeerlichten op de spatborden, achterverlichting en ook werkende richtingaanwijzers, rem- en achteruitrijlicht en dan ook nog een alarmlichtfunctie. Laten we allemaal verderop even zien. Om de body los te kunnen halen moet je onderop deze duimschroef eerst losdraaien. Dan wordt de body op de voorkant alleen nog maar magnetisch vastgehouden, lostrekken en dan scharniert die zo open. Dat is nog eens handig. En die magneten zijn op zich al sterk genoeg, dus je zou het eventueel ook nog zonder die duimschroef kunnen stellen. De kap blijft er stevig aan zitten, je ziet ook alle bedrading daar voor al die verlichting. En dan dus het chassis van de Sherpa. De zijdekken en de spatborden zijn van zwart kunststof en op de onderkant valt goed te zien dat alles om een aluminium frame is heen gebouwd. De krachtbron in de Apshima Sherpa is deze 21 turns 550 size koolborstelmotor, ofwel brushed motor. Die hangt aan een aluminium motormount en zit op een transmissie met 2 op afstand schakelbare versnellingen. De transmissie is uitgerust met een afstelbare slipper clutch, ofwel slipkoppeling. De motor is aangesloten op deze 60 ampère brushed regelaar of ESC en die komt uit de Hobbywing fabriek. De regelaar heeft een heatsink, een 6 volt 3 ampère back, is waterproof en werkt met tot 3 cellen lipo met Deans T-connector. Handig is dat de aan- en uitknop vanaf de onderkant te bereiken is, dus de body hoeft er daar niet voor af. Op de voorzijde hangt hier de stuurservo, eentje met 9 kilo aan koppel, metalen tandwielen en waterproof. De stuurinrichting is opmerkelijk, er zit namelijk een hydraulische schokdemper tussen, die zware tikken opvangt en dus dienst doet als servosaver. Zoals we gewend zijn van crawlers is de stuurkoppeling verder direct, dus met een aluminium stang gaan beide wielen gelijk heen en weer en je kunt lekker scherp en precies sturen tot een hoek van 45,8 graden. Dan is de Sherpa nog voorzien van 3 900 grams mini-servo's, allemaal waterproof ook, waarvan deze gebruikt wordt voor het schakelen tussen de twee versnellingen. En deze hier voor het vergrendelen of ontgrendelen van het voorste differentieel. Jawel, de Sherpa kan de diffs onafhankelijk van elkaar lokken. Dat is natuurlijk hartstikke welkom voor klimkracht met maximale voorwaartse koppel en grip.
en deze servo voor datzelfde, maar dan voor het achterste differentieel. In een waterbestendig kastje hier treffen we 5 schroeven later de ontvanger van Apsima zelf, de R6WP. 2,4 GHz, 6 kanaals, 200 meter bereik en ook al waterproof van zichzelf. De Sherpa is uiteraard fulltime vierwiel aangedreven met telescopische middenassen van aluminium met plastic kruiskoppelingen aan de uiteinden. En de algehele wielophanging is de traditionele crawlerophanging met aluminium stangen die beide assen met het chassis verbinden in een niet onafhankelijke ophanging. De schokdempers zijn 9 cm lang, geheel van aluminium, dus ook de shockcaps, en gevuld met 500 cps siliconenolie. Met een preloadring op het schroefdraad van de shockbodies is de preload of ride height zelf nog af te stellen. De wielassen zijn ook traditioneel crawler en uiteraard ook voor de schaaldetails geheel omsloten door een kunststof behuizing, één met de diffcase. En hier zie je dan een wielas een stukje uitkomen op het eind en die monden dan uit in zogeheten portaalassen. Er zit een extra tandwieloverbrenging hierin, zodat de wielnaaf lager uitkomt dan de feitelijke wielas en de wielen en banden dus in verhouding kleiner kunnen blijven, wat weer goed is voor het realisme van de auto. En die extra tandwieloverbrenging per wiel levert je netto ook weer wat extra op. Nou, dan leggen we er een batterij in. De meeste 2S en 3S lipo's van tegen de 5000 mAh capaciteit raak je er wel in kwijt. Er zit nog een stukje schuimrubber in die eruit kan voor de maximale lengte. Een handige cliphouden batterij op de plek. En dan kunnen we nu de verlichting even laten zien. En dat is nogal wat licht. Je hoeft je in elk geval geen zorgen te maken dat je je Sherpa in het donker niet meer zal kunnen zien. Kijk, dit is dan de achterkant. En dan heb je dus nog werkende richtingaanwijzers. Zodra je die kant uitstuurt, gaat die kant knipperen. Ook op de achterkant natuurlijk. En dan heb je rode achteruitrijverlichting en remlichten. En dan kun je op de zender ook nog de alarmlichten inschakelen. Of ook alles uitzetten. Bij je Sherpa nog bodystickers, als je dat mooi vindt. Een handleiding met bouwtekeningen en onderdelenlijst achterin. Wat reserveonderdelen, antennerietje en simpel gereedschap. En tot slot nog de meegeleverde zender nog. De Apsima CR6S 2,4 GHz 6 kanaals zender. Best een mooie zender, redelijk zwaar. Natuurlijk de proportionele trekker voor gas, rem en achteruit. Proportioneel stuur ook. Vergroomde velg erop, mooi. Je hebt er 4 AA batterijen voor nodig, die zitten niet in de doos erbij. En dan heb je bovenop de kanaal 5 knop voor het lokken of unlokken voorste diff. En kanaal 6 daarnaast voor het achterste diff. En die blijven dan mooi blauw oplichten zolang als vergrendeld. Dit is de kanaal 3 knop voor het schakelen tussen de eerste en de tweede versnelling van de Sherpa. En in z'n 2 blijft hij dan ook mooi blauw branden. En dan kanaal 4, een 3-positieschakelaar voor lichten uit, alarmlichten aan of lichten aan. En dan onder deze klep nog voor de fine-tuners onder ons de mogelijkheid tot reversen van stuur of gas. En de dual rates, bijvoorbeeld voor de kracht van je stuuruitslag. Oké, dan staan we nu op een mooi plekje en dan gaan we nu even deze Sherpa testen. En dit is wat skill crawlers natuurlijk sowieso goed doen, hè? Op een rustig tempo, op een realistische manier, met al zijn goede looks door de paden en de lanen struinen. Ziet er ook altijd mooi uit op beeld, van een afstand, vaak net alsof je naar een echte terreinwagen kijkt. Ben je benieuwd hoe hard zo'n Apsima Sherpa eigenlijk gaat? We beginnen op 2 cellen lipo in de eerste versnelling. Nou, zoals verwacht gaat dat niet super hard, zoals je ziet. En hoe hard dan precies? Nou, 6 km per uur GPS gemeten met de SkyRC Performance Analyzer. In de tweede versnelling op 2 cellen lipo. ...15 km per uur. De Apsima Sherpa werkt tot max 3 cellen lipo, dus 3 cellen in de eerste versnelling. Ook nog niet kei en keihard, maar je voelt wel dat de motor een hoop meer koppel levert op 3 cellen lipo... ...en in je 1 is de top gemeten op 10 km per uur. Nou, en dan tenslotte 3 cellen lipo in de tweede versnelling.
En dan komen we uit op 23 km per uur. En dat is toch al aardig snel voor dit model. En ook het snelste wat je hem zonder aanpassingen out of the box kunt laten gaan. En tja, voor zo'n skill crawler als dit eigenlijk wel al snel genoeg zo. En verder is de Sherpa een prachtige metgezel voor op ruwer terrein. Door de bospaden. Kun je ermee klimmen en klauteren, al dan niet met vergrendelde diffs voor maximale grip. Dit is echt een prachtige bak voor al je trail- en crawl-avonturen. En zeker ook als realisme en dus ook super mooie verlichting daarbij belangrijk voor je is. Ik bedoel, zoveel verlichting out of the box en onder andere echte richtingaanwijzers, geniaal. En dat, mensen, is dus de 1-10 Apsima Sherpa Crawler. Verbazingwekkend compleet uitgerust met dus waterdichte elektronica, heel veel luxe aluminium onderdelen, 2 versnellingen, onafhankelijk te lokken diffs, superveel verlichting en dat alles dus op afstand bestuurd. Nou, compleet is die zeker en voor de liefhebbers is dit dan ook een zeer interessante crawler / trailer RC om eens nader te bekijken. Tot zover dan de video over deze Apsima Sherpa. Heel mooi dingetje. Deze komt bij arceland.be vandaan. Zijn jullie geïnteresseerd in deze auto? Kijk dan even in de link onder de video. Willen jullie nou nog meer video's zien van RC-blog? Abonneer je dan ook op ons YouTube kanaal. Klik op het belletje, dan krijg je een berichtje als er een nieuwe video uitkomt. Wij zijn te vinden ook op social media. We hebben Instagram, Facebook en Twitter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.